De Centrale Markt Paramaribo komt met een optie om marktventers te helpen hun waar sneller en efficiënter aan de man te brengen. Marktmeester Gautam Danai zegt dat vanaf aanstaande maandag er de optie is om via een drive-thru de markt te bezoeken. Verschillende mensen hebben aangegeven dat ze graag de markt willen bezoeken, maar dat de parkeergelegenheid zich daarvoor niet leent. Danai legt uit hoe de drive-thru markt zal werken. Dat vanaf 9 uur in de morgen tot 2 uur in de middag, dat de voertuigen, mensen die in de markt willen komen om inkopen te doen en die geen parkeerplaats vinden, die komen gewoon met een voertuig naar binnen rijden. En dat is via de Saramakastraat naar binnen, Groentepoort naar binnen. U gaat uw auto parkeren en u koopt die groente of vis en dan gaat u weer uit de uitgang naar straat toe. Dus dat is de bedoeling om die mensen toch en de mensen die in de markt ook te helpen, dat ze iets meer kunnen verdienen, meer kunnen verkopen. En ook dat die mensen die spullen willen kopen in de markt, de gelegenheid hebben om te kopen. Dus de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen in de markt te krijgen. De marktmeester zegt verder dat degenen die binnen in de markt willen, dat ook kunnen doen. Die groep zal ook de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van de drive-thru. We hebben al besproken. Ik heb ook met de politie gesproken, met de BBS'ers, met de bestuurambtenaren. Ik heb vergaderd en we hebben ook dit punt ook aangehaald van wanneer die mensen binnenkomen en ze willen langer blijven, hoe met die groep dan? Dus wanneer die auto's binnenkomen, krijgen ze alle instructies hoe ze hun inkopen gaan doen. Hoe ze gaan parkeren, waar ze gaan parkeren. En de tijd gaan we ook daar direct geven. Als ze langer blijven, dan heb je een andere plaats. Dus we gaan het zodanig regelen dat er geen enkele opstopping is. Wanneer de, parkeerruimte of de mensen die binnenkomen al vol is, dan is er een mensen daarvoor in. Dan is er een bord daar geplaatst dat het binnen even vol is. En dan wacht u even een paar minuten en dan zo gaan we de drive-thru regelen. Dus ik heb alle mensen gezet bij de poorten. De politie gaat me helpen voorin, de BBS gaat me helpen voorin. Bij de uitgang gaat ook met de politie me helpen. De middenmarkt gaat mijn bestuurambtenaren me helpen. Dus er is een hele planning gemaakt hoe we de drive-thru gaan organiseren. En naast een drive-thru markt worden de Centrale Markt en de Vreedzaam Markt vanaf de eerste zondag in december ook een zondagmarkt.